onze jongste dochter die is er ook helemaal wild van. Die wil er alleen gaan wonen. Maar de dochter van Teun van Dam moet haar wensen bijstellen. Zijn vliegtuig, een Jetstream turboprop van 12 meter, staat te koop. Maar wat moet je nou met een vliegtuig dat bovendien niet meer vliegt? Toch zijn er een hoop geïnteresseerden. Ja, mensen die hem als reclame eventueel zien. Als speelplaats in de tuin voor de kinderen. En dan zijn er nog mensen die graag een stukje van het vliegtuig willen hebben. We hebben natuurlijk vliegtuigspotters genoeg. Die al in de rij staan om een wiel of een ding zeg maar, mee in huis te nemen. Om een tafel te maken of allemaal dat soort dingen. Zeg maar. En ja, je kan een vliegtuig ook gewoon zien als collectors item. Zoals Jan Kneijnenburg uit Schravenzande. Ik had een oude brandweerwagen. Ik heb een oude schuit en een oude bakfiets. Ja, en iemand zegt tegen mij, je hebt nog geen eens een straaljager. Ja, dan denk ik, joh, wat heb ik niet. Hè? Ik denk, het zou toch leuk wezen om, dat zou wat zijn. En warempel, via via stuit hij in Oost-Duitsland op een straaljager. Ik heb hem, ja, ik ben wel impulsief soms. En dat heb ik die gewoon gelijk gekocht. Ja, dat vond ik wel bijzonder. Dat vond ik heel bijzonder, ja. Teun van Dam hoopt dat hij een koper weet te vinden die net zo'n verzamelaar is als Jan Kneijnenburg. Maar wanneer? Ja, als ik dat nou wist, dan weet ik misschien op alle materiaal wat het terrein staat wat ik kan verkopen. Het kan morgen zijn, over een uur. Misschien ligt hij er over 2 jaar nog wel. Of 3 jaar, ik zou het echt niet durven zeggen. En anders staat hij hier nog even lekker tussen de kranen. Ja, tussen de kranen en hoogwerkers en al dat soort dingen. En hij staat in een mooi hoekje hier, hij staat niet echt in de weg, dus prima zo. Je dochter heeft er ook nog even plezier van. Ja, die mag nog even doorgaan met schoonmaken. En dan gaat hij er misschien nog een keer een avondje in zitten met een vriend of vriendin.